Welkom bij weer een nieuwe video van Hans Jasper. Leuk dat je kijkt. De laatste video van het jaar 2020. Wij gaan terugkijken op een bewogen jaar. We kijken naar de hoogtepunten, naar de dieptepunten. En natuurlijk hoe het jaar 2021 er voor ons uit gaat zien. Dus ga lekker mee op deze tocht door 2020 met Hans Jasper. Let's go. Hans Jasper! 2020, wat een jaar! Vol met corona natuurlijk. Hè? Ja, het is een bizar jaar geweest. Op dit moment zitten we met z'n allen vlak voor de jaarwisseling in lockdown. Afgelopen kerst mocht je ook maar met 3 mensen tegelijkertijd samenkomen. Het is een raar jaar. Maar het is tegelijkertijd ook een mooi jaar. Want wij van Hans Jasper hebben de stap naar YouTube gemaakt. Het jaar begon natuurlijk met project Betaald Verlof. En ik ben gaan onderzoeken naar de mogelijkheden die er zijn op het gebied van YouTube. Was dit iets voor mij? Kon ik hier iets mee doen? 1 april zijn we officieel losgegaan met project Betaald Verlof. We zijn iedere week een video gaan uploaden. En 1 juli kwam de conclusievideo. In die tussentijd hebben we 14 video's geüpload. Die niet allemaal even goed bekeken zijn. Die niet allemaal even goed gelukt zijn. Daarover zometeen meer. Maar de conclusie was wel dat het heel erg leuk is om te doen. En ik denk dat dat een conclusie is die ik toch nog even wil herhalen. Mocht jij, terwijl je thuis zit, denken ik wil een YouTube video maken. Ik wil mijn eigen kanaal beginnen. Ga het doen. Echt, 10 jaar geleden dacht ik er al over. En ik heb het 10 jaar lang heb ik het laten sudderen. En 10 jaar lang dacht ik, ja, moet ik het nou wel doen? Kan ik het wel? Ga het gewoon doen. Ja, je wordt uitgelachen. Ja, ook tegen mij is gezegd, Jasper, je bent veel te oud voor YouTube. Dit moet je echt niet gaan doen. Maar ook jij zit nu te kijken. En of je het wel of geen blauw duimpje geeft, ik heb er plezier in om te merken. En ik denk dat dat de belangrijkste conclusie moet zijn van heel project Betaald Verlof. Mocht ook jij denken, ik wil YouTube gaan doen, ga het doen. Gewoon doen. Echt. Ik garandeer je. Je gaat er plezier in hebben. Maar goed, inmiddels zijn we na project Betaald Verlof 7 of 8 juli, ik moet het goed zeggen, 8 juli, officieel begonnen met Hans Jasper YouTube. En inmiddels hebben we 6 verschillende categorieën waarin wij elke week weer een nieuwe video uploaden. We hebben natuurlijk de Hans Jasper Maakt categorie, waarin Steffi speciaal do-it-yourself video's maakt om jou te leren in simpele stappen hoe je pepernoten bakt, hoe je een mondkapje maakt, hoe je t-shirtjes maakt. We hebben de Hans Jasper Ontdekt video's, waarin Steffi en ik iedere video weer een nieuwe regio, een nieuwe stad of een nieuw land gaan ontdekken om te kijken hoe daarom in zijn werk gaat. We hebben de Hans Jasper Lach video's. Want ondanks dat alle video's heel erg leuk zijn om naar te kijken en dat je vast genoeg, vaak genoeg moet lachen, zijn deze video's specifiek bedoeld om je te laten lachen. We hebben de Hans Jasper Proofed video's. Waarin wij iedere video weer iets nieuws proeven. Mystery boxen openen. Gekke voedselcombinaties proeven. Zodat jij het thuis niet hoeft te doen, maar er thuis wel weer van kan genieten. Omdat wij het op video doen. We hebben de Hans Jasper Challenges natuurlijk. Niet te vergeten. Want iedereen kan wel af en toe eens in de zoveel tijd een goede challenge gebruiken om door het leven te komen. En als laatste, een categorie die er wat later bij is gekomen, de Hans Jasper Top 10 video's. Ik ben dol op top 10 lijsten. Vind ze ook erg leuk om te maken. En vind het ook erg leuk dat jullie er positief op reageren en ook met veel plezier naar kijken. 6 categorieën die Hans Jasper maken tot wie wij zijn. Een jaar 2020, een gek jaar zoals ik al zei. Een jaar met hoogtepunten, maar ook een jaar met dieptepunten. En laten we daar nou mee beginnen, zodat we eindigen met een hoogtepunt. Laten we eens even kijken naar de paar, het zijn er niet veel, dieptepunten van Hans Jasper YouTube in 2020. Enthousiasper. De dieptepunten van 2020, los van corona, want dat is me toch een dieptepunt, hebben wij ook met Hans Jasper natuurlijk niet alleen maar hoogtepunten gekend, maar ook wat dieptepunten. En heel groot dieptepunt van mij, eigenlijk wel het grootste dieptepunt, dat was de Hans Jasper Proeft Bier aflevering. Nu hoor ik je denken, de Hans Jasper Proeft Bier aflevering, ik heb het nog even gezocht, maar die kan ik echt niet vinden. Nee, dat klopt. Ik zal je vertellen. Ik ben toevallig op de warmste dag van het jaar, was al niet heel erg slim, net nadat we terugkwamen uit Hamburg, echt de dag daarvoor, was ook misschien niet heel slim. Maar ik ben met mijn beste vrienden, ben ik pilsners gaan testen, blind pilsners gaan testen. Met als doel om te ontdekken, kunnen wij die Heineken, die Amstel, die Hertog Jan, die Grols blind proeven en eruit halen. 14 biertjes gekocht, 28, want verdeeld in 2 groepen, kwam ik er na 14 biertjes achter dat het niet per se heel erg verstandig was om op de warmste dag van het jaar met mijn beste vrienden eerst rustig een biertje te drinken, Formule 1 te kijken en vervolgens een video op te gaan nemen, want wat gebeurde er? De hele video was onscherp.
En nu gebeurt het wel eens vaker dat er een video onscherp op YouTube komt te staan. En deze was zo onscherp dat ik niet meer vond dat hij uitgezonden kon worden. Dus je hebt hem niet gezien. Toch wil ik je even een clip laten zien, zodat je een beetje een idee krijgt van hoe de video eruit ziet. Hier komt hij. Enthousiasper! Oh, dat betekent één ding, jongens. Wie heeft er gewonnen? Team? Ja, B. Team B. Met 3-2. Fritsie, die wist het net iets beter dan Joshua. Ik ben blij dat Frits en Joshua geen team waren. Ja, maar heel eerlijk. Wat heb ik gedaan, hoor. 3 is toch ook nog steeds fucking triest. Van de 14 biertjes. Ja, maar als je... Nee, niet dat Jurassic World. We hebben het echt heel goed gedaan, hè. Het was gewoon toeval dat jullie de 3 hadden. Wat was, wat was het moeilijkste? Nou, het ergste is dat hij bij Defensie werkt. Ja, hij er maar drie, klein voorsprong. Maar 3 goed heeft. Misschien moet ik een half puntje afsnoepen. Dan. Gewoon maar 3 dan. Ja, dat is eigenlijk. Hoe dan? Ja, hij doet niks anders dan de hele week bier zuipen. Enthousiasper! Ik hoop dat je het met ons eens bent dat deze video terecht niet bij ons op YouTube is komen staan. Neem niet weg dat ik deze video zeker nog een keer opnieuw wil doen. Dus dat gaan we ook zeker doen in 2021. Maar dan gaan we alweer vooruit kijken en dat doen we zo meteen. Steffi, heb jij nog een dieptepunt? Een punt waar je ja, toch liever niet aan terug wil denken, maar dat we het toch gaan doen? Nou ja, als we het dan toch over corona hebben, die roet in het eten gooit. We hebben natuurlijk heel hard getraind vorig jaar voor de challenge, voor de hardloopchallenge. Iedere week getraind voor die loop door Houten, die dus niet is doorgegaan. Dus Jos de Hardloopbos heeft een prachtig alternatief voor ons geregeld, 0 klachten daarover. Maar het is toch jammer dat je een jaar lang traint voor dat evenement en dat het dan niet doorgaat. Nou precies, daar ben ik met je eens. Ik had die duizenden man publiek, zoals beloofd was, had ik graag langs de kant willen zien staan. En ondanks dat wij inderdaad zeker de ronde hebben gelopen, was het niet hetzelfde als dat je het had gedaan met muziek en met publiek. Dus dat was zeker een dieptepunt inderdaad. Enthousiasper! We gaan 10 kilometer lopen, het is 2 rondjes van 5. En een beetje als je de trainingen vergelijkt met elkaar, een beetje de trainingen halve, de 5 kilometertjes erbij pakt, dan moeten we wel op 70 minuten uit kunnen komen. Ja, het snelste wat ik ooit heb gelopen is 71 minuten, dus dat is... Enthousiasper! Waren er ook nog positieve punten te melden? Jazeker, want er zijn ook genoeg hoogtepunten geweest. Enthousiasper. De hoogtepunten van dit jaar. Zijn je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ik wou net zeggen. Een van mijn eigenlijk meest ultieme hoogtepunten was de allereerste video. De 12 uur challenge die ik samen met Paco Bonsang gedaan heb. Waarin we binnen 12 uur alle Eredivisie stadions van Nederland afgingen. En waarom was dat zo'n hoogtepunt voor mij? Los van dat de eerste video was. Was het eigenlijk ook het eerste idee wat ik bedacht had tijdens het project Betaald Verlof om te gaan maken. En het is dan heel tof om te ervaren dat het idee wat je hebt daadwerkelijk ook werkt wanneer je het aan het uitvoeren bent en uiteindelijk ook werkt op beeld. Dan weet je dat je op de goede weg zit. Het was zo'n hele leuke dag, het was een hele zware dag. Dat wel, ik weet nog dat ik thuis kwam helemaal kapot en mijn sleutels in de voordeur heb laten zitten. Naar bed ben gegaan en de volgende dag mijn sleutels kwijt was. Nou ja, die zaten nog in de voordeur. Dus helemaal kapot, maar zo'n ja, leuke ervaring, zo'n toffe video is het geworden. Het is nog steeds een van de best bekeken video's van het kanaal. Dus nee, echt zoveel plezier mee gehad. Mocht je nou vergeten zijn hoe die gaat, knal ik hem er even in. Enthousiasper! De wedstrijd is pas voorbij als de scheidsrechter 3 keer heeft gefloten. When the fat lady sings. Ja. En daar zie je de fat lady bij ons in de achterkant, in de achterbak zit. Oh ja, zien we. Nee, die zien we niet. En ja, nee, we gaan door. We kunnen niet... Hey, terug wordt lastig, want dan gaan we tegen het verkeerde. Ja, dat kunnen we niet doen. Dat is onmogelijk. Precies. Nou ja, loods 5 ons er doorheen. En, denk dat mensen weg moeten. Ja. Weet je, denk goede gedachten. Filestress. Trouwens, filestress, zeg dat wel. Ja. Hashtag filestress. Hashtag filestress. Jeetje, man. Ik zal maar niet beginnen, ik eigenlijk moet poepen. Enthousiasper! Heb jij nog meer hoogtepunten? Nou, meer op een ander gebied. Een hoogtepunt is dat de Enthousiasper Maakt-serie voor mij een persoonlijke overwinning is. Ik maak heel graag dingen, doe ik heel veel, maar ik ben niet gewend dat we ze ook filmen en dat heel veel andere mensen precies zien wat ik doe. Dus het proces gaat niet altijd over rozen, want dat vind ik dan spannend en dan is zo'n opnemen toch wel een beetje gedoe. Maar uiteindelijk ben ik echt wel trots dat we dit ook neerzetten. Vind ik het super interessante video zelf en vind ik het cool dat wij ook dat soort dingen maken. Enthousiasper! Nou, en als alle pepernoten gedraaid zijn, kunnen ze in de oven.
Er zat alleen maar werkblad in de weg. Dus met de magie van montage halen we die even opzij. 3, 2, 1. Jasper! Ik kan me voorstellen hoor, dat het voor jou, dat het, of überhaupt, dat het lastig is. Dat normaal gesproken zit je in je hobbykamer lekker te knutselen. En nu kijkt in één keer heel Nederland mee. Dus dat kan me voorstellen dat het toch even spannend is. Dat je alles precies goed wil doen. Ja. Ja, kan me voorstellen. Een ander hoogtepunt voor mij nog was de corona content. We hadden het net al even genoemd. Hè. Corona is toch een wezenlijk onderdeel van 2020. En nu zitten we vast. Hè. Nu zitten we weer in een nieuwe lockdown. Maar in die eerste lockdown leek het ons heel erg tof om toch iets te doen in de trant van corona. En toen hebben wij de Corona Chronicles gemaakt. Waarin wij binnen en binnen huis en buiten in de tuin hebben laten zien dat je toch nog steeds leuke dingen kan doen, ondanks dat je het huis niet uit mag. Het hele proces daarvan, dat er vooraf ging, het bedenken van de ideeën, het daadwerkelijk uitvoeren, het monteren, het was gewoon een hele toffe video. Enthousiasper! Oh, die massage was lekker ook. Ik voel hem nog in mijn schouders. Nou, anders ik wel. Ik voel het ook nog steeds in mijn schouders. Maar goed, zo zijn we laatst ook wezen kamperen. Ja, of wat er voor doorgaat. Jasper! Een ander hoogtepuntje wat ik ja, niet per se 1, 2, 3 heb benoemd, maar wat ik toch wel even nog apart wil belichten, is het feit dat wij viral zijn gegaan op TikTok. Wij hebben ook ons eigen TikTok-account. Kan je hier kan je zien, ik zal even een linkje in de beschrijving doen ook. Abonneer je daar, ga daar zeker op. Zoals Steffi net al vertelde, wij gaan heel erg goed op woordgrapjes. En wij zijn er tijdens onze reis, tijdens onze enthousiaste ontdekkingsreis, zijn we erachter gekomen dat dat heel leuk ook werkt op TikTok. Gewoon een leuke woordgrap maken. Hebben wij heel veel plezier mee. En ja, de hele buurt zit je raar aan te kijken terwijl je ze opneemt, maar wij hebben daar heel veel plezier mee. En een van die woordgrapjes, de klitplantage, die is viral gegaan. Die is overgenomen door VK Mag. Die is op hun Instagram pagina, op hun Facebook pagina is die gekomen. En is die door 100.000 man is gedeeld. Heeft ons ook heel veel nieuwe abonnees opgeleverd op TikTok. Maar dat was een bizarre ervaring om te ervaren hoe het is om viral te gaan. Enthousiasper! Hey, dat gehoord? Heet dat gehoord? We gaan naar de klitplantage! Ja, kun je hem nu wel vinden. Enthousiasper! En dat vind ik best wel cool, dat je dus gewoon door heel veel mensen gedeeld wordt, door heel veel mensen gezien wordt met een grap die ja, je zelf bedacht hebt. Dat is heel erg cool. Ook al, ja, misschien moet je zelf maar wat over vertellen, waren er natuurlijk ook wat negatieve ervaringen bij, want je hebt niet alleen maar positieve reacties ervan gekregen. Oh, we hebben heel veel hatende mannen gehad. Ja. Die voelden zich een beetje op een pikkie getrapt, volgens mij. En dat geeft wel veel negatieve reacties. En dat doet mij persoonlijk minder. Of weet je, iedereen mag lekker zeggen wat hij wil. Maar ik merkte dat andere mensen dat dan weer lastig vonden dat dat over mij ging. En dat vind ik dan wel weer vervelend. Ja. En verder, of het aantal likes doet mij eigenlijk ook niet zoveel. Ik ben niet zo van de likes. Ja, daar ben ik meer van. Daar hebben we Jasper voor. Ik ben inderdaad meer bezig met hoe alles loopt online. Hoeveel kijkers we hebben. Dus daarom vind ik het viral gaan op VK Mag vind ik geweldig. Vind ik helemaal top. Dat is ook echt een van de hoogtepunten. Maar eigenlijk hebben we nog niet gehad over het ultieme hoogtepunt van Steffi. Steffi, wat was jouw ultieme, meest memorabele moment in 2020? Nee, mijn meest memorabele is de vuurtoren Rubbergknude in Noord-Denemarken. Dat was sowieso echt mijn favoriete dag van die vakantie. Het was lekker zonnig, we waren lekker op pad. We waren Noord-Denemarken aan het ontdekken. En die vuurtoren, daar zijn we intens gezandstraald en je werd er echt helemaal gek van, zand in je ogen. We hebben nog 3 dagen uit onze haren gevist en overal. Maar je wist op dat moment al, dit wordt achteraf zo'n cool verhaal. En dat we dat dan vastgelegd hebben op camera en dat je het terug kan zien, dat vind ik echt heel tof. Ja, dat was cool. We halen er nog steeds een paar maanden later overal zand vandaan. Als ik scherp stel op mijn camera, dan hoor je het knarsen. Dus het is inderdaad echt zo, we zijn compleet gezandstraald. Maar het heeft wel hele leuke content opgeleverd. En het was ook heel leuk om te maken, dus nee, die geloof ik, zeker. Komt-ie. Enthousiasper!
Jasper! Ja, te gekke video blijft dat. Leuk, leuk. Nou, ik moet zeggen dat de enthousiasme ontdekt Denemarken Noord video sowieso een video is die me heel erg dicht bij het hart staat. Omdat ik ja, daar ook wel een bepaalde kwaliteit in vind zitten die heel erg goed werkt. Dus nee, zeker, zeker. Een ander, eigenlijk een laatste hoogtepunt, en dan wil ik ook meteen vooruit gaan kijken naar 2021, is dat wij natuurlijk vanaf 1 april zijn begonnen met YouTube. Halverwege juli, eind juli eigenlijk, hadden we al 100 abonnees. En dat is zo snel gegaan. Daar hebben we een hele leuke video van gemaakt, de Enthousiasper 100 subs video. Maar dat was ook echt een hoogtepunt, dat we zo snel zoveel volgers hadden. Ja, dat had ik niet verwacht. Dat vond ik echt wel, wel uniek. Zeker. De video is ook erg leuk geworden trouwens. Echt een feestje. Echt een feestje. Enthousiasper! Maar nu eerst tijd voor feest. Met slingers, confetti en taart. Zo! Nou, proost. Ja. Enthousiasper! Ja, die 100 subs video, wat een top video is dat. Ja. Hey, zullen we meteen een beetje vooruitkijken naar 2021? Want over 2 dagen zijn we eindelijk klaar met dit rotjaar. Het jaar wat bol staat van corona is over 2 dagen eindelijk afgelopen. Dus laten we lekker vooruitkijken naar 2021. Enthousiasper. En als we dan vooruitkijken naar 2021, denk ik dat we als eerste een uitspraak willen doen, een soort doel willen stellen. Wat we net als laatste benoemden als een van de hoogtepunten is dat we op 100 abonnees zijn uitgekomen. Inmiddels staan we eind december op 130 abonnees. Echt super bedankt voor iedereen die zich heeft geabonneerd op het kanaal. Mocht je dat nou nog niet gedaan hebben, weet je, het is heel makkelijk, het kost je niks en het levert ons heel veel plezier op. Precies, abonneer je zeker. Maar ik wil een doel stellen. Volgend jaar, december 2021, zouden wij het tof vinden als wij op de 250 abonnees uit zouden komen. Nou, dat zijn dus nu nog 120 abonnees erbij, 10 per maand. Ik denk dat dat moet lukken. Dus, ben jij nog niet geabonneerd? Zorg ervoor dat je meteen eventjes op abonneren drukt, dan ben jij de eerste van het nieuwe jaar. Hopelijk gaat het ons lukken om 250 abonnees te halen. Op een andere manier nog even een beetje vooruitkijken naar volgend jaar. Zijn er nou nieuwe dingen die wij willen gaan doen? Jazeker. Jazeker. Ik denk dat het wel leuk is om te vertellen dat wij in januari 2021 een website gaan lanceren. De Enthousiasper website. Een plek waarin radio, video en heel belangrijk merchandise samengevoegd worden. Afgelopen jaar heeft Steffi heel hard gewerkt aan alle verschillende soorten merchandise. En we hebben al meerdere spullen verkocht. Van t-shirtjes tot truien, van tassen tot petjes. Ja, je noemt het zo gek maar niet op. Het is allemaal mondkapjes trouwens ook. Het is allemaal te vinden van Enthousiasper. En vaak krijgen wij de vraag, joh, wat heb je daar eigenlijk allemaal en waar kan ik het terugvinden? Ja, dat kan nu nergens. Dus daarom de Enthousiasper website. Vanaf januari, hou ons sociaal media kanaal in de gaten, gaat deze gereleased worden. En dan kan je op die plek kan je heel mooi al jouw Enthousiasper merchandise kan je terugvinden. Maar ook alle video's, alle radio-uitzendingen. Alles wat je wil weten van ons kan je daar gewoon vinden. Dus hou dat zeker in de gaten. Enthousiasper. We hadden het er net al eventjes over. Merchandise en social media. Afgelopen jaar hadden wij op Instagram een winactie. We hadden door heel Nederland, of eigenlijk door heel Europa, Enthousiasper stickers opgehangen. En als jij daar dan een selfie van maakte, Enthousiasper intagde en op Instagram zette, maakte je kans op een, Enthousiasper trui of t-shirt. En je raadt het al, de laatste video van december. Er is nog niet bekendgemaakt wie die hele toffe trui of t-shirt gewonnen heeft. Dit is het moment. Ik heb hier alle mensen in een grote bol zitten. Die een selfie hebben gemaakt en op Instagram hebben gezet. Steffi, aan jou de eer om hier één van de gelukhebbenden uit te kiezen. En bekend te maken wie hij of zij de trui of t-shirt gewonnen heeft. Spannend. Het is Trompoffel. Hans, kom maar! Hansie! Leuk man. Bij deze, gefeliciteerd met je trui of t-shirt. Laat even je mail, je maat weten. Doe even een DM met je. Wij nemen contact met je op. Of neem contact met ons op. Gefeliciteerd met je toffe trui. Of t-shirt, wat je wil hebben. Ik denk dat wij aan het einde gekomen zijn van de video. Toch? Nou ja, rest ons niks anders dan
champagne te poppen. Het leukste moment van de hele video. Terwijl wij dit doen, wil ik jou heel erg bedanken dat je onderdeel was van Enthousiasper het afgelopen jaar. Zonder jou hadden wij nooit al deze video's kunnen maken. Tevens wil ik je graag een hele fijne jaarwisseling toewensen. Normaal gesproken zou ik zeggen, doe voorzichtig met vuurwerk. Hoeft niet, want dat mag je toch niet afsteken. Ik hoop dat ondanks dat je alleen thuis moet gaan zitten, alsnog een hele toffe oud en nieuw hebt. En speciaal op jou, en speciaal op het jaar 2021, zeg ik... Bam! Dat was hem. Yay! Ik zeg champagne. Lekker hoor. Bubbeltjes. Bubbly bubbly. Ah, lekker jongens. Lekker. Ik zet deze aan de zijkant, anders valt hij. Stef, proost op een goed 2021. Ook voor jou, proost op een goed 2021. Dat je ook in 2021 maar weer onderdeel mag zijn van het Enthousiasper gebeuren. Op naar volgend jaar. Op naar volgend jaar. Vergeet niet te liken, vergeet niet te subscriben. Zet jouw nieuwjaarswens in de comments. Ik zeg tot de volgende video. Tot later. Later. Lekker. Oh, wat een bocht. Ja. Lekker. Smaakt goed. Hey, tijd voor oliebollen. Oeh, ja. Enthousiasper! En zo heb je heel 2020 gewoon in één vogelvlucht bij elkaar gezien. Super vette video weer. Heb je nog meer video's zien van Enthousiasper? Check deze speellijst, staat heel veel in. Of een andere video? Hey, check deze, kan allemaal. En zoals ik net ook al aangaf, abonneer je. Wij willen die 250 abonnees einde van 2021. Dus abonneer je.